India. Ja, heel veel mensen zijn rechtstreeks uit India naar Nederland gekomen. Dat is sinds 150 jaar ongeveer reizen die rond vanuit Zuid-Amerika en Suriname in Nederland terechtgekomen. Nou, al die tijd hebben ze hun identiteit ook met zich meegedragen. Hun geloof, het hindoeïsme, ja, die afbeeldingen die jullie zien, de goden en hoe de hindoes, de hindoestanen thuis, zeg maar, dingen. Harmonium is een toetseninstrument. Die bespeel je met één hand, want hij werkt op lucht net als een accordeon. Een dolk voor het ritme, lijkt op een conga, maar hij heeft aan allebei de kanten een vel. En daarmee geven we het ritme aan. Een gantaal, eigenlijk een dikke metalen staaf. En dit is niet voor de Sinterklaas, maar hiermee kan je, doordat dit rond is, kan je gewoon beter neerzetten en kan je een beetje bewegen. Het is eigenlijk een rechtgetrokken triangel. Deze drie instrumenten zijn typisch Hindoestaans. Ze zijn typisch Indiaans, Hindoestaanse muziekinstrumenten.